De nabeschouwing met de winnende en debuterende trainer, in ieder geval in de competitie, Joram Hendricks. We winnen 3-1 van Huizen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Wat is jouw verhaal van deze wedstrijd? Ik vond dat we eerst de half uur tot 35 minuten echt goed speelden. Ook graag hoe we willen spelen. Ook in de laatste lijn heel veel diepte. Ik vind dat we ook gewoon genoeg mogelijkheden tot kansen hebben gehad. Ik vond dan de laatste paas, denk ik, ja, daar moeten we eens wat meer in afwisselen. Dus niet alleen ballen laag bij de eerste paal of hoog bij de tweede paal, maar ook af en toe eens ballen terugleggen. Want daar lag echt ruimte. En ik moet zeggen, de laatste kwartier zie je dat we daar heel bewust mee bezig zijn. Naar aanleiding dat we dat aangeven en dan... Ja, dan mist hè, net een voetje van Huizen er tegenaan, dat soort dingen. Ik moet wel zeggen, het laatste kwartier krijgen zij wel wat meer grip. Met name doordat zij ook wel in de omschakeling echt wel gevaarlijk waren. Ja, bal op de paal. Ja, sterke grote spits natuurlijk, die de bal goed bij zich kon houden. En daaromheen echt wel beweging. En jongens die gingen lopen, uiteindelijk de bal op de paal inderdaad. Ja, dat maakt Benjamin een fantastisch doelpunt vlak voor rust op een heerlijk moment. Want wij zeiden toevallig met Daan Huiskamp ook op de bank. Van, ja, hij gooit hem nu steeds in of hij passeert naar de buitenkant. Maar kom ook eens naar binnen en schiet eens op doel. Hmm. En dat was een fantastisch doelpunt natuurlijk op een goed moment. En, ja. En dan heb je het over de rust. Hè? En dan vooral doorgaan. Hè? Nog wel wat extra kansen neergelegd. Van hey jongens, denk hier aan, denk daar aan. Nou, en als je met name kijkt naar van wat Huizen deed vanuit omschakeling, lange bal, ja, dat ook wel benoemd. Ja. Ik vond ons de tweede helft gewoon wat slordiger aan de bal. Het duurde allemaal wat langer. Ik weet niet of dat te maken had met het feit dat het veld dan de tweede helft niet was besproeid. Maar dan heb je gelijk, jongens die dat dan weer benoemen. Maar ja. Ik vond dat toen vond ik het wat stroperiger. En dan zie je dat zij wat vaker in het omschakelen komen, wat sneller de lange bal hanteren. Twee diepe spitsen gingen spelen. En wat ik zeg, die sterke jongen voorop. Daar hadden we toch wel wat moeite mee af en toe. Dan komt de penalty. Maar ik had niet het idee dat Sam bewust handsbal maakte. Hè. Ik bedoel, hij schiet, krijgt die bal tegen zich geschoten. Volgens mij vanaf een halve meter of zo. Maar ja, geeft hem. Heel resoluut. Gefloten. Heel resoluut, ja. Inderdaad. En daardoor ontstaat wel een rommelige wedstrijd. Hè. Wij willen graag, we hadden het er al over om... Extra jongens voorop erbij te gooien. In ieder geval warm te laten lopen. Nou, uiteindelijk komt penalty. Goed doorzetten van Torino. Dacht jij toen? Dacht je gelijk al, scheidsrechter, op, het is een penalty? Of had jij ook zoiets van? Ik vond wel, ja, want ik maande ook de grensrechter aan onze kant. Ik vond het wel een penalty. Want ik zie gewoon heel bewust dat hij onderuit wordt getrokken. Of in ieder geval naar beneden wordt geslingerd. Dus ik vond dat, je kunt het ongelukkig noemen vanuit die kant. Maar ik vond het gewoon goed doorzetten van Torino. Dat kun je ook zeggen over de penalty die wij tegenkregen. Precies, dus... Maar goed, om dan te zeggen dat het dan elkaar wegstreept. Nee, ik vond het twee momenten en, die niks met elkaar te maken hadden wat dat betreft. Ja, gelukkig schiet Yannick hem dan in de tweede instantie natuurlijk binnen. Hij zei zelf, ik heb nog nooit zo'n slechte penalty binnengeschoten. Ja. Maar hij is dan wel scherp om in de tweede instantie binnen te lopen. En lekker moment. Ja, dan met bewust met Sico wat meer snelheid ervoor op. Ook gewoon echt in de as. In plaats van Yannick, die toch wel de ballen van de zijkant moet hebben en aanspeelbaar wil zijn. Ja, en dan zie je ook dat volgens mij na een minuut of vijf eigenlijk hij al de eerste kans krijgt in de omschakeling grote ruimtes. Ja, die maakt hij dan gelukkig, of jammer genoeg niet. En zij blijven pompen, dan heb je wat hagelijke situatie. Ik moet zeggen, dan moet ik Jan ook een hele goede, groot compliment geven. Want het komt een paar keer mooi uit zijn doel. En ik vind dat we dat best wel zakelijk hebben uitgespeeld. En op het laatst gewoon ook wat sneller lang zelf. Omdat zij ook achterin risico's nemen en mensen weg hebben. Ja. Dus, en dan maken we die 3-1. En dat beklijft denk ik. Ik denk ook wel terecht overwinning. Ik heb wel genoten van de mooie hoeveelheid aanvallen. Vooral in de eerste helft. Dus geeft denk ik ook team een mooie boost in de start van deze competitie. Denk je? Ja, tuurlijk. Kijk, en uiteindelijk zit je hier natuurlijk al weken naar uit te kijken. En ben je eigenlijk al in het achterhoofd weken bezig met Huizen. Omdat je die competitie mag gaan starten. Ja, dan is het lekker dat je één, vind ik, de eerste half uur, 35 minuten echt overtuigend hebt gespeeld. Kijk, dat moet heel veel vertrouwen geven. Uiteindelijk moeten bepaalde dingen ook beter. Nou, die heb ik ook genoemd. Ja. Goed voor de groep, goed voor het vertrouwen. Ik zie allemaal blije gezichten, dus op de barbecue. Nou, laten we dat maar gaan doen. Gaan we hier afsluiten en dan zien we elkaar volgende week in de uitwedstrijd. De eerste uitwedstrijd bij Roda Raalte. Dus tot dan. Ja. Dankjewel. Voor de DVS TV-camera na deze... Uiteindelijk toch opwindende pot voetbal. Gefeliciteerd, Rick Dekker. Ja, dankjewel. Ook, niet alleen met de overwinning, maar ook man of the match.
Ik kreeg het door, ja. Al vond ik, denk dat ik wel eens betere wedstrijden heb gespeeld. Maar het is een mooi begin. En ja, een 3-1 overwinning is natuurlijk ook heel fijn. Al maken we het onszelf nog wel lastig tweede helft, vond ik. Eigenlijk eerste helft best veel kansen. Moet je eigenlijk gewoon 2-3, misschien wel 4-0 voor staan. Heb je geluk dat zij hem niet maken met die paal-paal situatie eigenlijk. Maar al met al gewoon blij dat we de eerste 3 punten hebben. De eerste 20 minuten was een enorm tempo van jullie ook, hè? Ja, dat hadden we ook afgesproken. En we wisten eigenlijk dat zij wel in gingen zakken. Dus we probeerden van kant naar kant te spelen en op die manier huizen kapot te spelen. En dat lukte best wel bij vlagen wel goed, denk ik. Ja, alleen je beloont jezelf niet en dat is dan wel zonde. En daar heb je aan het einde van de wedstrijd dan eigenlijk toch wel weer last van nog. Ja, inderdaad. Uiteindelijk vochten zij zich ook weer terug in de wedstrijd, had ik het idee. En er zat veel energie in dat team. Ja, zeker. Bij hun merk je wel dat het misschien het voetbal iets minder is, maar wel de mentaliteit en dat ze echt willen als team, zeg maar. Dat bracht hen terug in de wedstrijd. En gelukkig hebben wij daarna nog misschien een gelukmoment met de rode kaart en de penalty die we terugkrijgen. En ja, daardoor win je gewoon eigenlijk nog makkelijk de wedstrijd. Ja, uiteindelijk een verdiende overwinning, denk ik. Dat denk ik ook wel. Al hadden we het onszelf wel een stuk makkelijker kunnen maken. Maar al met al wat ik zeg, we zijn blij. En ik denk dat iedereen blij is bij DVS nu. Ja, nogmaals een heel goed weekend. Man of the match, Rick Dekker. Ja, oké, bedankt. Dankjewel, jullie ook.